Hey, ik ben Eline en dit is Vincent en wij zijn vandaag bij Achmea in Apeldoorn. Kom maar mee. We gaan namelijk het hebben over het management traineeship dat Achmea aanbiedt. Als het goed is, is het heel persoonlijk en kun je ermee naar het buitenland. Lijkt dit jou nou interessant? Blijf dan vooral kijken. Hey, hi, Eline. Noor. Vincent. Noor. Goedemiddag. Hey. Welkom bij de grootste verzekeraar van Nederland. Mijn naam is Noor Kok. Ik ben een campus recruiter en ik help het hele jaar door studenten bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt. En ik zou jullie vandaag graag meer willen vertellen over onze traineeships. Gaan jullie mee? Dan neem ik jullie mee naar Laura. Ja. Helemaal goed. Hoi, hi. Eline. Hi. Hi, Vincent. Hi. Hey. Ik ben Laura en ik ben management trainee bij Achmea. Dus daar wil ik je graag meer over vertellen. Top. Kun je me iets meer vertellen over jouw traineeship bij Achmea, wat je precies doet? Ja, zeker. In 2 jaar tijd doen we 4 verschillende opdrachten, waarvan eentje in het buitenland. Ik heb mijn opdracht bijvoorbeeld in Griekenland gedaan, waar ik te maken kreeg met een andere cultuur en een andere manier van leiding geven. Best wel pittig. Ja. En de andere opdrachten die kies je op basis van wat past bij jouw persoonlijke ontwikkeling en welke omgeving je daarvoor nodig hebt. Dat kan een zorgomgeving, een finance of een marketingomgeving zijn. En het kunnen ook verschillende rollen zijn. Misschien moet je gaan oefenen met projectmanager als teammanager of moet je meer expert in de inhoud gaan zitten. Oké, en zo'n opdracht, hoe geef je daar dan precies je eigen draai aan? Hoe maak je dat jouw opdracht? Ja, dat doe je eigenlijk met het belangrijkste component van een traineeship. Dat is ons persoonlijke leiderschapstraject. We hebben een intensieve coaching met alle trainees met wie je begint. En daarbij ga je aan de slag met dingen die je misschien lastig vindt. Zo vind ik het zelf bijvoorbeeld lastig om moeilijke gesprekken met mensen te voeren. Maar die coaching heeft mij wel geholpen om dat ook te gaan oefenen in de praktijk. En daardoor kan ik gesprekken die ik normaal moeilijk vind nu wel beter voeren. Ja. En als we helemaal inzoomen op jou als trainee, hoe ziet jouw werkweek er dan precies uit? Ja, lastig om voor te stellen natuurlijk. Afgelopen maandag ben ik bijvoorbeeld bij een klant thuis langs geweest. Dat is iemand die een ongeluk heeft gehad. En wij gaan daar dan als verzekeraar heen om te kijken waar diegene behoefte aan heeft. Misschien is daar behoefte aan meer zorg of heeft diegene hulp nodig in het vervolg van zijn baan. Dus daar gaan we dan mee in gesprek. Oké, dus je doet klantbezoeken bijvoorbeeld, maar je zit ook wel eens hier in Apeldoorn, neem ik aan. Ja, klopt. Ik ben ook veel op kantoor. Ik heb deze week bijvoorbeeld een workshop gegeven aan collega's van mijn afdeling, waarbij we toewerken naar een stukje digitalisatie. Overgaan van niet alleen maar aan de telefoon helpen, maar ook straks digitaal dingen kunnen aanbieden aan de klanten. Ja. Ik heb gesprekken met mijn mentor bijvoorbeeld. Dinsdag bijvoorbeeld stond in het teken van ontwikkeling. Om dan even te kijken hoe staat het ervoor. Hij zag naar Griekenland een enorme groei, dus het was goed om te horen. Dat goed. En woensdag heb ik eigenlijk thuiswerkdagen. Dan is het ook wel lekker om even geen reistijd te hebben. En kan ik ook dingen uitwerken die ik de rest van de week gedaan heb. Ja, nou mooie afwisseling denk ik. Ja, zeker. En als we nou even uitzoomen, kun je me dan iets vertellen over de werksfeer bij Achmea? Ja, zeker. Ik kende Achmea dus van de recruitment days en ik ben uiteindelijk naar de inhoudsdagen gegaan om de sfeer van Achmea een beetje te proeven. En ik merkte daar dat het heel erg persoonlijk is en het draait heel erg om je ontwikkeling. En dat, dat merk je als trainee. Mensen doen zich niet belangrijker voor dan ze zijn en dat is lekker werken. Ja. Dus die hiërarchie, dat voel je eigenlijk niet? Hiërarchie is sowieso denk ik niet heel erg belangrijk bij Achmea, maar als trainee helemaal gaan er denk ik veel deuren voor je open, omdat je ook best wel gewild bent. Ja. En als we dan misschien nog iets verder uitzoomen, doen jullie ook dingen naast het werk samen, met z'n allen? Nee, we zijn heel gezellig. Nee. Oh. Grapje, nee, we doen best wel veel leuke dingen. We zijn 2 weken geleden zijn we op traineeweekend geweest. Dat is buiten Achmea, zijn we met z'n allen een weekendje naar Brugge gegaan. We hebben borrels, we vieren Sinterklaas samen. Ja, het is gezellig. Oh, superleuk. Ja. De dag zit erop hier bij Achmea. Volgens mij hebben we het superleuk gehad. Zeker. Wat hebben we geleerd? Ik vond het heel fijn om de werksfeer te proeven hier. Het is heel open, heel persoonlijk. Iedereen is lekker zichzelf en heel spontaan. En het gebouw is ook super mooi, zoals je ziet. Heel groen en heel licht. Ja, en vooral het persoonlijke, dat sprong er echt tussenuit. Het is super vaak benoemd. Wat jij wil, op welk gebied dan ook, dat kan. Er wordt gecoacht, er wordt gewoon veel aandacht gegeven. Je kan zelfs naar het buitenland als je wil. Ja. Wat ik zelf ook wel heel gaaf vind. En ja, het sprak me allemaal echt best wel aan eigenlijk. Mij ook. En dan hopen we dat jullie de vlog ook leuk vonden en dat jullie misschien ook contact opnemen met Achmea. Kom vooral naar de Recruitment Days en tot de volgende vlog. Lijkt Achmea jou nou wat? Kom dan naar de Recruitment Days op 11 december en dan gaan we graag met jou in gesprek. Tot dan!